Hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Wolwinkel bij Filon. Ik ben Saskia, de eigenaar van bij Filon. Ik klink een beetje schor, ik heb last van hooikoorts. Dan gaat mijn keel altijd een beetje dicht zitten. Mijn ogen gaan jeuken, dus vervelend, maar overkomelijk. Ja, ik wil je weer laten zien wat ik zoal gedaan heb afgelopen 2 weken. Ik heb ook wat nieuwe kleuren van bestaande garens binnen, die laat ik je ook zien. Ja, en allereerst, ik heb vorige week niet zo heel veel gedaan. Ik heb slecht geslapen, zoals de meesten. Het is iets geks wat er gebeurt in de wereld. Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij dat een mens, een ander mens, iets aandoet. Alleen maar omdat hij andere gedachten over iets heeft. Heel veel dingen zijn zwart-wit gemaakt, terwijl het niet zwart-wit is. Als jij niet voor bent, ben je niet automatisch tegen en vice versa. Ja, daar heb ik vooral mijn hoofd over gebroken, 's nachts, terwijl ik moest slapen. Gelukkig gaat het deze week weer wat beter en heb ik het breien ook weer wat opgepakt. En ja, ik hoop dat jij dat ook doet. Dat je gewoon je hoofd even wat rust kan geven door gewoon lekker te breien of te haken, vlogjes te kijken. En ja, we kunnen met ons... Ja, je kan... Even goed zeggen... Je kan zelf toch de wereldvrede niet oplossen, maar je kan wel klein beginnen en bij jezelf. Ben goed voor jezelf, ben eerlijk naar jezelf en ben goed voor de ander. En dan bereik je al een hele hoop. Ik neem een slokje koffie en ik laat zien wat ik heb afgemaakt. Wat ik af heb. En ik heb ze ook al gedragen, want ik kon het natuurlijk niet laten. Mijn sokken van de Van Gogh Opal. De Opal Van Gogh sokkenwol. Ik heb een gele hiel gemaakt en een gele boord van Fennewollen. En ja, ze zitten heerlijk. Ik heb deze, nadat ik vorige vlogje heb opgenomen, had ik laten zien dat ik al een stukje teen had. En ik heb deze in die week gewoon afgebreid. Dat lukte me en het was heerlijk om te doen. Ik weet nou dat als ik me ertoe zet, dat ik binnen een week een sok af kan hebben. En omdat ik dus een gele hiel en een gele boord heb gemaakt, heb ik nog garen over. En ik heb het gewogen, dat is 44 gram, dus iets minder dan de helft van de bol. En dan ga ik een nieuw paar van maken. Ik heb nou, eventjes uit mijn etuietje pakken, een gele teen opgezet. En dan ga ik streepjes breien. Geel en dan die Opal Van Gogh sokkenwol. En dan heb ik voor de eerste keer, omdat ik dus precies wilde uitkomen met streepjes. Ik ga om de 5 toeren streepjes doen. Heb ik geteld hoeveel toeren ik in de sok brei. Dat doe ik eigenlijk nooit. Omdat ik gewoon die sok, de eerste sok, pas ik altijd op een voetje die ik voor mezelf heb gemaakt. En de tweede sok pas ik op de eerste sok die ik gemaakt heb. Ja, zo kan ik lekker doorwerken en hoef ik niet te tellen. Er zit altijd iets verschil tussen. Maar je voeten zijn ook niet even groot. En ze zitten sowieso lekker. Maar ja, nou heb ik dus een patroontje gemaakt. Met dat ik gewoon af kan tekenen hoeveel streepjes ik heb gebreid. Dus, maar hier ben ik dus mee bezig. Oh, daar hangt hij. En dan ga ik gewoon rustig mee verder. En dan hebben we deze nog, een lopend project. Wat ik er wel heb afgemaakt is de boord. Die heb ik gedaan en ik heb wat steken gepakt voor de mouw. Dan kwam ik er dus achter dat ik bij de verkorte toeren... ja, daar heb ik iets niet goed gedaan en er zitten wat bobbeltjes in. Ik kon het uithalen, maar dat is dus heel het lijf uithalen. Maar ik kan het ook laten zitten, want het gaat straks toch niet meer opvallen. En... ja, een design element, zullen we maar zeggen. En die mouwen heb ik eventjes laten liggen, omdat dit patroon vraagt om... je hebt meer steken opgezet onder voor het armsgat, hier, dan dat je ophaalt voor de mouw. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk is. Maar dan krijg je een klein gaatje links en rechts. Ik heb er dus 's avonds op de bank zitten breien en... toen weggelegd en in mijn hoofd werden die gaatjes echt enorm. En ik vond dat ik dit opnieuw moest doen. En
Ja, dan haal ik hem dus vanochtend uit mijn projecttas en denk, ach ja, het zijn kleine gaatjes en die kan ik straks gewoon dichtnaaien. Dus dan kan ik met een gerust hart weer verder aan de mouwen van de trui. Want ja, het wordt dan wel lente, maar ik wil hem nog wel aan. Ook een lopend project, ga ik mee verder. Deze trui is dus van de Prato Merino van een Conneflies Yarns. Heerlijk. Fijn om te breien. En dan heb ik ook nog een proeflapje gemaakt. Voor die ontzettend gave jaren 80 trui met die vleermuismouwen. Ik zal zo het boek even laten zien. Waar die extreme kabel in zit. Mijn idee was om dat met, want het originele patroon is ook de kabel in twee kleuren, om dan een draadje elegant, want dit groene is de Angela van Lamy Yarns, om dan een draadje elegant van Yarn & Colors mee te breien. Maar hoe meer ik naar het proeflapje keek, dacht ik van, nou, dit is het toch niet. En het is te veel contrast. Dus ik heb besloten om die trui alleen maar in Angela te maken. Hij wordt toch wel extreem, omdat de averechterkant zit buiten en de kabel, die brei je recht. Dus er zit al een contrast in. En die kabel is ook nog eens over 30 steken, dus je kruist steeds 15 steken over elkaar. Dus je krijgt echt wel een extreem effect. En ik zal laten zien, eerst even het plaatje en dan wat ik al heb gemaakt. Dit is dus die trui die ik bedoelde. En dit is die extreme kabel, die dus in twee kleuren is. En het leuke is, die trui die brei je vanaf hier en ga je die kant op. Het wordt helemaal plat gebreid, zodat je straks alleen maar de naden hier onder de armen dicht hoeft te maken. En ik ben dus begonnen met de trui. De boord heb ik wel iets meer steken opgezet, want hij was vrij smal. En ik, ja, ik wil toch niet dat hij te strak zit. En ik wil die mouwen ook een beetje omhoog kunnen doen. Mijn polsjes zijn vrij smal, maar daarna wordt mijn onderarm vrij snel wat dikker. Ja, dan wil ik niet dat een trui te strak zit. Dus ik heb hier 6 steken meer opgezet. Dat ging prima. Nou, en daarna moest je het dus verdubbelen, die steken. Dus dan krijg je zo'n heel extreem wire patroon. Dat wordt dus een mouw. Dit is de averechterkant. En dit zijn is al één kabel die ik heb gekruist. En ik zal laten zien. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. De boord en dit is dus de mouw. Ik zal hem even goed uitrollen. En ik heb bij wat meerderingen, heb ik wat gaatjes. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan, dus die meerderingen doe ik nou anders. Dan krijg ik geen gaatjes. Komt toch in de naad. En fantastisch. Ik heb nou iets van 80 steken en ik moet gaan meerderen tot 214 steken. Heel leuk om te breien. Dit is dus van de Angela van Lamy Yarns, die gebruik ik enkel draads met naalden 4 mm. Ik brei altijd op Knitpro naalden. En die Angela, dat is ook van dit vestje wat je met 3 draden breidt en naalden 8 mm. Maar je kunt dus ook heel goed enkel draads breien. En ik heb wat nieuwe kleuren gekocht, ook voor het voorjaar. Ik zal ze even pakken. Wat ik nieuw heb is een taupekleur en een oud roze. En dan samen met de kleuren die ik al had, dus de lichtroze, lichtblauw, wit en de crème, maken dat hele mooie voorjaarskleuren. Dus met een enkele draad kun je een heel leuk lang zwierig vest maken. En ik schat zo dat je, ligt eraan hoe lang je hem wil hebben, 3 tot 4 bollen nodig hebt dan. En ja, heerlijk. Dit vestje gebruikt 6 bollen en 3 draden. En die kun je ook weer wat langer maken. En daar heb ik nog steeds pakketjes van. Hier heb ik 2 draden geel en 1 draad zwart gebruikt. Maar je kunt dus allerlei combi's maken. Mij leek het ook mooi om die roze en die taupe te combineren. En
Ja, van allerlei combinaties te maken. Dat vind ik het leukste om te doen, kleurtjes bij elkaar leggen. Nieuwe Angela kleuren van Lamiaans in de winkel. En dan ben ik ook bezig geweest aan een ander proeflapje, ook weer voor zo'n jaren 80 patroontje. En die wilde ik van katoen maken en daar heb ik crochet 10 voor ingekocht, andere kleuren. Ik zal zo laten zien wat ik allemaal heb liggen. Met naalden 2 mm. En ik ben het patroontje gaan volgen, maar ik vind hem niet zo heel erg mooi worden. Als ik op het plaatje kijk, ik zal hem zo invoegen, denk ik dat hij op de breimachine gemaakt is. En daar, dat breidt dus super strak en heel mooi. Het idee is nou om de maten van het vestje aan te houden en dan een ander patroontje te doen, een kantpatroontje. Ik heb een leuke gevonden met wat gaatjes, wat dan een kattenpootje voor moet stellen. Dus die ga ik dan nog uittekenen. Ik breid het proeflapje wel even verder, zodat ik wat weet wat mijn stekenverhouding is. En dan ga ik hiermee verder. Ik vind dit een hele mooie kleur. Dit is een petrolblauw. Deze heb ik dus besteld. En wat ook nieuw is, is een ivoorkleur. En deze had ik al, de wit en de crème. En ik heb ook nog een rood en een groen. Deze crochet 10, ik vind hem heel fijn haken. En dat is ook heel fijn breien op naalden 2 mm. Ik ga die kleuren langzaam uitbreiden in de winkel. Het zijn grote bollen, nemen veel plek in beslag. Dus ik heb nu nog maar 6 kleuren. Maar dat wordt langzaam meer. Mocht je in de winkel komen en zeggen van nou ik wil wel iets maken, maar dan van een andere kleur, dan zoek ik samen een kleur met je uit en dan ga ik die bestellen. En fijn materiaal, ook voor het kanten kraagje, voor leuke kleedjes te haken, voor mandala's te haken is die ook heel erg leuk. De crochet 10 van Lamiaans. En dat was het eigenlijk wat ik met garen en zo heb gedaan. Verder ben ik bezig met mijn nieuwe website. Daar gaat ook veel denktijd in zitten. Ik ben hem eerst op papier aan het ontwerpen. Mijn website nu, ik vind hem nogal rommelig, is steeds meer bijgekomen. Dus de nieuwe website wordt ook een iets andere indeling. En dan heb ik ook besloten om te stoppen met blogjes schrijven. Die komen op een andere manier wel terug, want er staan nog wel wat patroontjes op. Dus ook wat ik zei, ik ga een blogje maken over mijn jaren 80 make-along. Dat ga ik niet meer doen, want ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg leuk al het schrijven en nadenken. Ik maak er wel filmpjes van, dat vind ik veel leuker om te doen. Dus op mijn nieuwe website zal een filmpje komen te staan over de jaren 80 make-along. En voel je vrij om dus toch nog aan te sluiten. Kijk je oude boekjes na en haak lekker mee. En 2 weken geleden heb ik ook afgesloten met dat er iets leuks aankomt. Daar heb ik nou data voor geprikt. Ik ben mijn evenementjes aan het organiseren. Kleintjes. Er komt een handwerk borrel en een handwerk high tea. De handwerk borrel zijn avonden. 2 avonden. En als het goed bezocht wordt, wil ik dat 1 keer per maand of 1 keer in de 6 weken doen. En de handwerk high tea is op een zondagmiddag. En die wordt wat groter. Er zit een mini workshop bij. En je kunt wat dingetjes uitproberen. Je krijgt een goodiebag mee naar huis. En 10% korting in de winkel. Dus leuke dingen. Ik voeg de informatie in. Je kunt ook op een website nog nalezen. En ik hoop dat je komt en meedoet. We kunnen weer gezellig samen zijn. En dat is denk ik wat het belangrijkste is. Samen zijn, rustig. Goede energie de wereld insturen en hopen dat het zo allemaal een beetje mooier wordt door het handwerken. Ik bedank je voor het kijken en ik zie je over 2 weken weer of in de winkel.
test.